Bij modelspoorgroep Drechtsteden aan de Merwedestraat stonden afgelopen weekend de deuren weer open. Want het waren de jaarlijkse landelijke modelspoordagen. Op het moment gaat het goed. We hebben hele gezellige dagen gehad tot nu toe. Tenminste, gisteren ook lekker druk bezocht, vandaag ook lekker druk bezocht. Ik zie dat de mensen het naar hun zin hebben. Kinderen vinden het leuk met bijvoorbeeld zoals de kinderbaan die daar staan. Tijdens de open dagen hopen ze ook nieuwe leden te trekken. Er is zeker heel veel animo voor. Dat merk je aan alle kanten. En ik merk ook dat de hobby steeds meer opleeft. En ook lekker in alle leeftijden. Want als onze groep is bekeken, een jaar of 10 geleden had je alleen maar meer de oudere mannen. Maar inmiddels merk ik dat je steeds meer jongere mensen ook krijgt die er gewoon zin in krijgen. Lekker knutselen en lekker bezig zijn met de techniek. En ja, dat is hartstikke leuk. Het zijn niet alleen de treintjes. Het zijn ook de verhalen erachter die het om doen. Daar staat een locomotief die vroeger bij de Rotterdamse stoomtrammaatschappij gereden heeft. En er staan wat wagons, onder andere een post- en een bagagewagon. Daar staat een oude Amerikaanse nagebouwde watertoren. Die in de loggingtijd daar de locomotieven van water kon te zien. Dit heeft ooit in een tijdschrift gestaan als afbeelding. Dus daar is het idee ontstaan van, ja, dat wil ik maken. Nou, en daar staat hij dus. Als je de hele dag voor de klas staat, is het ook niet alles. Dan moet je toch enige afleiding hebben in je eigen tijd. En dan zie je nog wel eens door het dakraam de zon opkomen. Er gaat heel veel tijd in zitten. De mannen van de modelspoorgroep zijn tevreden. Kom gezellig langs een keer, zou ik zeggen. En als je een keer een probleem met treinen hebt, kom gerust een keer langs. We zijn open op donderdagavond.